De Hagerenbank heeft vanmorgen de Hagerenbank Online Payments Hop gelanceerd. Hop is een nieuwe betaalapplicatie waarbij een point-of-sale POS betaaltransactie online plaatsvindt. Het is nu mogelijk om met een Hagerenbank Pinpas online rekeningen van Telesur, de EBS en de SWM te betalen. Directeur van de Hagerenbank, is deze ontwikkeling niet alleen belangrijk voor de bank, maar ook voor ons land. In Suriname is het echter nog niet mogelijk om inkopen te doen via het internet en met je pinpas te betalen in Surinaamse dollars, zegt Bouzaïd. Terwijl er toch wel een vrij grote behoefte hieraan is en een groeiende behoefte. En hop, Hagerenbank Online Payments maakt dit nu wel mogelijk. Deze betaalapplicatie maakt het mogelijk om via webwinkels online betalingen te doen in Surinaamse dollars, let wel, Surinaamse dollars, met uw eigen lokale Hagerenbank pinpas. U hoeft dus niet meer fysiek naar een winkel om uw inkopen te doen en u kunt vanuit elke locatie op elk tijdstip de gewenste online betalingen verrichten. Internationale debit- en creditcards zoals Mastercard en Visa worden niet geaccepteerd door HOP. Op dit moment kunnen slechts Hagerenbank pinpashouders gebruik maken van deze dienstverlening, maar ik kan niet de toezegging doen dat wij ons gaan inzetten voor gasgebruik, zodat ook andere pinpashouders spoedig hiervan gebruik zullen kunnen maken. Aldus Hagerenbank-directeur Jim Bouzaïd. Volgens Rafik Siwraj Pandey, commercieel directeur van de Hagerenbank, gaat met deze betaalmethode een wereld van mogelijkheden open. Voor bedrijven en consumenten betekent dit een stuk gemak. Siwraj Pandey zegt dat het internationaal mogelijk is om online zaken te doen, maar de betaling geschiedt dan in valuta. Het lokaal online betalen kon in Suriname dus nog niet. Met de introductie van HOP is deze bottleneck, deze beperking, opgeheven. En daarmee de nieuwe mogelijkheden voor bedrijvigheid, groei en ontwikkeling mogelijk gemaakt. Gewoon vanuit je stoel thuis, voor de consument veel gemakkelijker en efficiënter. Ook voor de ondernemer veel gemakkelijker, goedkoper. En hij heeft veel meer bungalowtjes, tenten, etc. Veel meer bezoekers die daar, die daar gestimuleerd dus worden. Dat is één sector die hiermee in feite een boost kan krijgen. In feite wat de banken met online banking, internetbanking, voor zichzelf mogelijk hebben gemaakt, wordt voor elke ondernemer mogelijk. Elke business kan dat nu doen, om online dingen met HOP. Stimulans dus voor bedrijvigheid en economische ontwikkeling, alsmede dus het gemak voor de consument. We geven hiermee effectief invulling aan ons partnerschap met het Surinaamse bedrijfsleven door de Surinaamse ondernemers te faciliteren bij de groei van zijn omzet. Dat was Rafik Siwraj Pandey, hij is commercieel directeur van de Hagerenbank. Hij sprak bij de lancering van de Hagerenbank Online Payments, een betaalapplicatie die online plaatsvindt.